Welkom bij de eerste aflevering van Sparta Nijkerk TV in het seizoen 2016-2017. Het EK voetbal zit erop en op deze 16 juli mogen de spelers van Sparta Nijkerk zich voor het eerst op de Ebbenhorst melden voor hun eerste training. U ziet assistenttrainer Henk van Steeg handjes schudden. Dat is iets wat we veel zagen, want er zijn nogal wat nieuwe namen en nieuwe gezichten te bewonderen op de Ebbenhorst komend seizoen. Het elftal van iemand die wel bleef, Marco Roelofsen, heeft een ware metamorfose ondergaan. Hij begint aan zijn eerste volledige seizoen bij de Nijkerkers. En na zijn welkomstpraatje is het aan de spelers om de gebruikelijke rondjes om het veld als zijnde warming-up af te werken. En als u goed telt, dan telt u 19 spelers. En dan zouden er toch 23 moeten zijn. Dus waren er 4 spelers niet. Tim Vechter, David McGee, Jorrit Viege en Jesse Buitenhuis ontbraken. Jesse Buitenhuis zou overigens later deze dag wel aansluiten om de middagtraining wel bij te wonen. Nou goed, dan is het dus een kwestie van het luie zweet eruit. En dat kunt u wel aan de inspanningsfysioloog overlaten. Veel nieuwe spelers dus bij Sparta Nijkerk. Dit is er één van. Dit is Dennis van der Wal, die verdediger van 29 jaar die overkwam van Flevo Boys uit Emmeloord. En hier zien we een keeper, Aaron Balk. Die kennen we en de supporters van Sparta Nijkerk wellicht nog van de wedstrijden tegen Sportlust. En dan de letterlijk grootste aankoop van Sparta Nijkerk, 1,96 meter. Yannick Makki Zodila kwam over van IJsselmeervogels. En dit is Quincy van Waveren, de buitenspeler van Huizen. Vorig jaar nog tegenstander van Sparta Nijkerk. 21 jaar is hij. En hij wordt gevolgd door Ali Alkan. De laatste aankoop, maar misschien wel een hele belangrijke aankoop. Want de voet, de spits, was vertrokken. En hij, Ali Alkan, is de nieuwe spits. Dit is een oud ploeggenoot van Ali Alkan. Dit is Wesley de Laat, die ook overkwam van SVL uit Langbroek. En in zijn kielzog, die kennen we. Dat is Jorn Mokking. Het hele seizoen vorig jaar geblesseerd geweest, maar hij is er vandaag dus bij. Dit is Giel Weri. Hij komt van de A1 van Sparta Nijkerk en mag zich in de voorbereiding bewijzen aan trainer Marco Roelofsen. En deze jongen, die loopt al een tijdje mee. Rick Knoop. Achter hem Kevin Ozinga. Komt van het tweede van Sparta. Begon vorig seizoen in de A1. Mocht dus het stapje naar de senioren maken. En nu dus ook een kans voor hem om zich te bewijzen. En dat geldt natuurlijk ook voor deze Rick Boersma. Al is hij gepokt en gemazeld bij VVOG uit Harderwijk. Achter hem Brian Bewoua. Die overkwam van Roda 46, de linksback. En dan als laatste Mark Groenewoud. Hij werd getergd door blessures en hoopt een keer een jaar zonder blessures te blijven. En ook hij, als Nijkerkse jeugdspeler, mag zich gaan bewijzen dit seizoen. Dan eindelijk de bal. Dat is toch waar je als voetballer voor komt. Voetballen doe je met een bal. De positiespelletjes worden gespeeld. Nog geen doelen. Dus doelpunten maken zat er niet in op de eerste training van Sparta Nijkerk. Maar goed, het is altijd lekker om de bal even aan de voeten te voelen. Na zo'n zomervakantie als het om voetballen gaat natuurlijk. Bij Vlagen ging de bal al lekker rond op het Nijkerkse kunstgras. Tot tevredenheid van onder andere trainer Marco Roelofsen. Voor wie het grote puzzelen nu echt kan beginnen. Hij heeft tot 20 augustus de tijd om van zijn selectie het beste elftal, het beste team te creëren. Want op 20 augustus komt Dovo op bezoek voor alweer de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen. Aanstaande zaterdag wacht de eerste oefenwedstrijd voor de Spartanen. Staphorst komt op bezoek. Dus als u het nieuwe Sparta Nijkerk aan het werk wil zien, dan kunt u zaterdag vanaf 3 uur terecht op de Ebbenhorst voor de oefenwedstrijd Sparta Nijkerk tegen Staphorst. Na 1,5 uur trainen zit de eerste training erop in het dus nieuwe seizoen 2016-2017. Ik snap het, dat is ook nog wel een klaar voor ochtend.